Maandag 3 december bereikte de Ajax weer een stand van 340 punten. En dat was al de tweede keer in een vrij korte periode. De vraag is natuurlijk, zet de eindejaarsrally door of niet? Nou, die 340 is inderdaad een technisch niveau, maar hetgeen wat natuurlijk als een zwaard van Damocles boven de markt hangt en de verdere stijging in de weg staat, dat is de fiscal cliff. Ja, die fiscal cliff, dat is een begrip dat pas sinds begin dit jaar bestaat. Toen heeft Ben Bernanke de fiscal cliff tot de fiscal cliff gedoopt. Maar wat is dat nou eigenlijk? De fiscal cliff is een stelsel van belastingverhogingen en overheidsbezuinigingen die ertoe moeten leiden dat de staatsschuld van Amerika en het overheidstekort worden teruggebracht. Onder president Bush is het Tax Relief Program geïntroduceerd en dat betekent, zoals de naam al zegt, een stelsel van belastingverlagingen. De Budget Control Act die schrijft echter voor dat begin 2013 deze belastingverlagingen komen te vervallen en dat daarnaast de overheidsuitgaven moeten worden teruggebracht. Aantal voorbeelden. De hoogste belastingschijf, op dit moment 35%, wordt opgehoogd naar 39,4%. Dividendbelasting is 15% en wordt voor de allerrijkste 40%. Onroerende zaakbelasting, die gaat omhoog. Schenkbelasting, die gaat omhoog. Het zijn dus ook met name de rijken die door de belastingverhogingen getroffen worden en dat stuit de Republikeinen weer tegen de borst. Als de huidige set van belastingverhogingen en overheidsbezuinigingen wordt doorgevoerd, dan zou dat moeten leiden tot een besparing van 500 miljard in 2013. Nou, dat is op zich positief nieuws. Nadeel, dat zou ook de economische groei remmen. En schatting is dat dat wel zo'n 4% minder bruto nationaal product of 4% minder groei zou kunnen zijn in 2013. Daarnaast wordt er verwacht dat de werkloosheid wel met 10% zou kunnen oplopen. Er moet dus een oplossing worden gevonden om die fiscal cliff te omzeilen. Willen we niet die economische krimp hebben? De Republikeinen die pleiten daarbij natuurlijk voor minder belastingverhoging voor de rijken, waar de Democraten die juist wel willen en de overheidsuitgaven op peil willen houden. Nou, de eerste aanzet daartoe is gezet door Obama. Die heeft gezegd, we gaan 1600 miljard gaan we aan belastingverhogingen doorvoeren in de komende 10 jaar. En we gaan 350 miljard gaan we bezuinigen op de overheidsuitgaven. Nou, daar is gisteravond, maandagavond, een reactie opgekomen van de Republikeinen. Het was de eerste keer dat zij aangaven ook iets te willen doen en een beetje hun standpunt bekend hebben gemaakt. En uiteraard willen zij dus minder belastingverhogingen. Zij willen in totaal 800 miljard belastingverhogingen en vooral veel op overheidsuitgaven korten. 600 miljard op zorg. En al die uitgaven bij elkaar zouden in de komende 10 jaar tot 2200 miljard bezuinigingen moeten leiden. Nou, dat staat in schril contrast tot de 500 miljard die oorspronkelijk voor 2013 stond. En dat zou dus moeten zorgen dat die economische krimp een stuk minder wordt. Wat heeft Obama gedaan? Die heeft het voorstel van de Republikeinen direct afgewezen. Dus nog een reden waarom de Republikeinen en de Democraten er alles aan gelegen is tot een goede oplossing te komen. Het is namelijk zo dat over anderhalf jaar weer verkiezingen zijn voor de Senaat. En ja, daar willen zij natuurlijk beide als beste uit de bus komen bij die congresverkiezingen. De markt die houdt duidelijk rekening mee met dat de fiscal cliff wordt vooruitgeschoven of wordt omzeild. Er wordt een oplossing gevonden. Er is een peiling gehouden door Bloomberg onder 850 professionals en 75% daarvan die zegt er wordt een oplossing gevonden voor 1 januari. Nou, dat is ook echt noodzakelijk, willen de financiële markten verder kunnen oplopen. Want als de fiscal cliff wordt omzeild, dan is het volgende probleem dat zich snel aandient, eind februari, is het debt ceiling. Want ja, dan wordt het officiële plafond van de Amerikaanse schuldenberg van 16.000 miljard wederom bereikt. Dat is de verwachting. Dus dat is het volgende wat op de agenda staat. Maar eerst de fiscal cliff. De verwachting is dat er een oplossing komt. Dat denken we ook bij RBS. Maar die is ook nodig. Willen we de eindejaarsrally voort kunnen zetten.